De buddleia, of vlinderstruik, is een sterke, attractieve plant met rijke bloei. De plant wordt vlinderstruik genoemd omdat hij veel vlinders aantrekt natuurlijk. Vandaag tonen we hoe jij buddleia best snoeit en onderhoudt. De buddleia heeft dus een grote sierwaarde in de tuin. Hij heeft een mooie vorm, bloeit prachtig en heeft een mooie bladkleur. De buddleia's van Best Select, de Argus White en Velvet, zijn zeer ziekteresistent en bovenal niet invasief. Gewone vlinderstruiken hebben namelijk de vervelende eigenschap dat ze zeer snel woekeren in de tuin. De soorten van Best Select hebben deze eigenschap niet. Ze vormen weinig zaad, waardoor ze dus niet woekeren. De takken van buddleia kunnen invriezen. Snoei hem daarom pas op het einde van de winter als de kans op vorst overdag voorbij is. Men kan volledig terugsnoeien, tot minimaal 15 cm of maximaal 40 cm boven de grond, kniehoogte. Een klein stukje van de tak van de vorige zomer blijft dus zitten. Dat loopt dan op de slapende ogen weer uit. Deze verjongingssnoei bevordert de conditie van de vlinderstruik. Wanneer u deze verjongingssnoei niet toepast, zal de struik gauw verhouten en weinig bloeien. Vlinderstruiken die in de borders aangeplant zijn, kan je best minder terugsnoeien. Gebruik de gesteltakken als hoogte voor het snoeien. Best Select is eigenlijk een samenwerking van 20 Belgische boomkwekerijen, die een mooi assortiment aan kwaliteitsvolle, ziekteresistente en sterke nieuwigheden op de markt brengt. Een vlinderstruik vraagt weinig bemesting. Een handje organisch mest aan het begin van het groeiseizoen volstaat.